Ik ben het aangehouden, Pik. En nu? Ik sta nu voor de auto en hij is naar buiten gereden. Holy shit. Ik kom een tekst uit die beschrijft. Dit is fight or flight. Ik kan zo uren blijven liggen. Dit is een andere fight. Yo jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En ik sta in de badkamer al helemaal aangekleed. Want ik ben zoals altijd weer een beetje aan de late kant. Ja, ik heb er iets langer in mijn bed gelegen. Dus ik moet nu weg. Ik ga vandaag eindelijk mijn auto ophalen. En oh, wat heb ik daar zin in. Niet normaal. Maar eerst naar Haarlem om te sporten. Weer samen met Niek en met Hidde. En dan naar mijn auto ophalen. Aangezien ik nog steeds geen auto heb en ik naar Haarlem moet nu, ga ik met... Yes! Er is trouwens niks mis met scheurtjes. Scheurtjes is echt een chille auto. Ik heb gisteren echt genoten. Ik belde Gio op. Ik zei van, ik heb ook gewoon echt genoten van het lekker te schakelen. En lekker, ja, gewoon lekker het echt rijden. Want ik vind schakelen echt rijden, voor mijn gevoel. Maar dit is natuurlijk ook veel chiller. Gewoon lekker comfortabel. Ik ga straks lekker muziekje opzetten. En dan richting Haarlem om te sporten. Mondkapje op en eventjes snel naar binnen. Eventjes een broodje halen. Want ja, ik ben wel een beetje aan de late kant, maar ik heb wel trek. Yo. Bro, dit ga je niet geloven. Ja? De sport is afgezegd. Nee, ik ben het aangehouden, Pik. En nu? Ja, ik sta langs de weg. Ik mag niet meer verder rijden. Ik hoor je gewoon rijden. Ik hoor je letterlijk gewoon rijden. Kutzooi. Kutzooi. Oh, Pik. Had het dan nog een beetje geloofwaardig gemaakt? Ja, kut. Ik wilde eigenlijk iets anders zeggen. Van, joh, ik heb net iemand geraakt. Maar ja, ik dacht, dat is ook weer zo standaard. Die was echt heel slecht. Dat was echt slecht. Ik kan eens denken op het lijstje van slechtste grappen die ik ooit heb gemaakt. Jij bent ook te laat, hè? Je hebt ook niet eens gegeten. Je bent 10 minuten te laat. Weet je wat? Kom maar even uit die auto. Ja. Kom maar even uit die auto van je. Hier, ik kom te laat, maar ik sta gelukkig wel voor de deur. Het is gewoon service van het huis. Ja, dat is niet normaal. Ja, wat leuk. Was dit nou mijn cadeautje van jou? Ja, hij is voor jou. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dat was ook als een klein kind. Fucking mooi. We gaan eventjes lekker sporten en dan ga ik straks mijn auto ophalen. Mijn auto is klaar, Hit. Echt? Ja, het wordt bizar. Holy, het staat alweer klaar. 100 kilo. 100 kilo maar liefst. 100 kilo heb je al een keer gedaan, toch? Ja, ik heb 100 kilo al een keer gedaan. Dus we gaan zeg maar nu echt next level. We gaan next level. We gaan 1 kilo erbij doen. Mam! Nee, dat is een halve zelf. Ja, maar hier een halve en de andere kant een halve. 0,5. En hier 0,5 erbij. Dus dan zit ik gewoon op 100. En 1 kilo. Dat lijkt wel een beetje een film, man. 101 basis. Ja. Maar ik proef wel een beetje twijfel. Ik proef helemaal niks. Oké, kom op! 3, 2, 1. Kom maar, 1 keer. Alles wat je hebt, Vincent. Ja, ja. Ja, duwen! Kom op! Het gaat. Woe! Zo! Het scheelt echt niet veel. Hoe dan ook? Oh, we zijn aangekomen bij Rap Destination. En ik ben zo benieuwd naar mijn auto. Niet normaal. Ik heb dus, wat ik net ook al zei, ik heb al een klein stukje gezien van de auto. Echt alleen van de voorkant. Maar ik ben benieuwd hoe die in het echt eruit gaat zien. Ik ben echt een beetje zenuwachtig, man. We gaan het zien, man. We gaan het zien. Ik sta nu voor de auto en hij is naar buiten gereden. Holy shit. Ja, die ziet er echt heel dik uit. Man. Gaan we dat zien? Ja, oké, okay, in 3, 2, 1. Kanon, hé. Holy shit. Ik weet niet of je dit goed op camera ziet, maar het is dus een beetje groenig en blauw. En ja, oh, wat vet, zo'n hele lijpe gloed. Holy shit, wat ben ik hier blij mee. Hé, dit heb je weer goed gefixt, hè? Hé, als je een rapje nodig hebt, Rap Destination, jongens. Want er zit ook een soort van gouden, goudgelige gloed in. Ik ben hier zo blij mee. Niet normaal. Holy shit. Ja, hij heeft even nog een extra rol meegegeven. Voor als ik ergens schade heb, dan kan ik nog even een deurtje voor je vervangen. Ik wilde namelijk eerst rood gaan doen, satijnrood. Alleen, ja, echt op het laatste moment zei ik even tegen hem van wacht, ik wil een andere kleur. En toen kwam ik deze tegen en ik dacht, ja, dit is gewoon zo vet. En eigenlijk lijkt het soms op een momentje wel een beetje op mijn oude. Maar er zit nu een hele vette soort van gelig groenige gloed overheen. Cijfer, hoe mooi je hem vindt, 1 op 10. Zeker een 8,5. Ja? Ja, man. En,
en die andere half? Dat is gewoon het anderhalf punt waar ik aan moet wennen nog. Daar moet je nog even aan wennen. Daar moet ik even aan wennen, zodat okay. Het wel een team wordt. Maar echt vet, kijk, hij heeft dus zeg maar hier zwarte logo's opgedaan. En hier achterop dit zwarte hier omheen, dat was normaal gesproken van chrome. Maar dat is dus nu ook zwart gemaakt. Echt heel dik. Okay, Rup, hij is net nieuw gerapt. Okay, dus echt, als jij één fucking krasje maakt, hè. Heb je toch die folie mee? Oh ja, maakt niet uit, joh. Je hebt toch die folie. Komt goed. Daar gaat hij. Holy shit. Wat een kleur. Ik sta versteld van mezelf dat ik een goede keuze heb gemaakt een keertje. Door deze kleur te doen in plaats van rood. Zo op de weg ziet hij er ook fucking vet uit. Oh, het ziet er lijp uit, hoor. Yo. Lijpe auto, man. Dankjewel, man. Hey. Oh, zo lekker om weer mijn auto te zien rijden in gewoon een hele lijpe kleur. Op een gegeven moment was ik echt gewoon klaar met mijn auto. Hij was gewoon niet meer mooi. Overal zaten rare vlekken met wrap en allemaal rare nog stukjes zaten eraan. Echt, ik ben zo blij dat hij nu gewoon weer helemaal clean is. Dat hij gewoon weer gewoon lijp is. En ik heb ook gewoon echt zin om er weer in te gaan rijden. Als ik hem nu hier zie rijden, denk ik van fuck, ik wil ook eigenlijk ook even in die gaan rijden nu. Maar goed, we gaan nu terug naar Haarlem. En komt Gio daarheen samen met Milou. En dan komt hij zijn auto ophalen. En daarna ga ik door naar Russo, naar Rutger. Niet Rutger van het springen, dat denken jullie misschien. Nee, ik ga naar Rutger. Hij heet Russo, dat is een artiest. En die maakt hele vette nummers. En we gaan samen lekker de studio in. En we gaan even kijken of we iets lives kunnen maken. Dus dat gaan we daarna even doen. Maar eerst naar Haarlem. Kom maar, draai maar om. Fuck. Wat een kermiswagen. Kermiswagen? Wat is dit nou weer voor opmerking? Ga je alle kermissen langs? Nou, het is wel weer mooier in het echt dan dat ik dacht. Ja, hè? Ja. Toch wel. Maar gewoon, er zit gewoon een hele vette gloed bij. Pap, ga dan niet tegenaan trappen. Link, hè? Wat vind je ervan? Ja, lekker zo. Die kleur verandert helemaal, hè? Vet, hè? Bizar gek, ja. Kleurspak, sorry, maar what the fuck, man. Het is vet, hè? Hij verandert het. Hij verandert helemaal, hè? Niet zo'n ding, man. Ja, ik zou ook nog steeds echt verbaasd om de kleur. Jezus. Hij verandert, zeg maar, als je er omheen kijkt. Moet je eens kijken, nu hier zie je helemaal blauw. Echt twee compleet verschillende kleuren, hè? Vet, hè? Ik wilde hem eerst rood doen, maar ik vind dit echt veel en veel beter. Zo, nu heb ik niet één, maar twee dikke auto's. Fucking nice. Gio die is weer, denk ik, te laat weggereden, maar ik moet zo echt weg. Dus ik ga denk ik gewoon tegen Gio zeggen van, yo, kom je auto maar gewoon hier ophalen en dan laat ik de sleutels gewoon achter. Want ik moet door, ik ga lekker de studio in, ik heb er echt zin in. Ja, willen we alsjeblieft geen foto's maken van mijn fucking auto? Oh, dat snap ik wel. Hé, mooi man, dat rap. Vind ik echt hard. Je had een andere kleur gekozen? Ja. Kan hij nog terug? Niet. En ik zit weer lekker in mijn eigen auto. Kijk eens even, hier zit ook wel echt een man achter de computer, hoor. Hey. Ja, ik ben heerlijk aan het tikken hier. Ja, jij gaat even wat moois voor ons maken. Even wat moois voor je maken, man. Lekker, ja, lekker, nou. lekker. Nou, ik ben aangekomen in de studio en wij gaan even een dikke pokoe maken, toch? Zo. Laten we een beetje Justin Bieber vibes gaan pakken. Ja, ik denk dat doen, jongen. Dat gaan we even fixen. Hey, wat mensen misschien niet weten, jij bent de legendary achter de bankzitters, achter de bankzitter nummers, toch? Ja, dat klopt. Ja. Weet je? Een paar bankzitters. Jij hebt toch ook die ene van die laatste van. Ik zag je lopen. Ja. Weet je wie daar fan van is? Nou? Gio, die is daar echt helemaal fan van. Ja, hij moet even zorgen dat zijn volgers even die pokoe nog... Gaan we even pushen. Ja. Nou, ik ga het tegen hem zeggen. Goed. We zitten dus nu al een tijdje in de studio. En 6 minuten heb ik nodig. Ja, 6 minuten. Ja. Mijn tekst is ook al helemaal klaar, hoor. Mm-hmm, echt, mm-hmm. Dus we hebben zeg maar nu al een hit te pakken. Mm-hmm. Maar goed, laat jij eens even zien wat jij met je magische handjes hebt... Zal ik play drukken? Druk maar op play. Nou, wat een vibe, hé. Niet normaal. Moet je nagaan. En in 6 minuten. Ja. Ze noemen jou ook wel de koning achter de piano. Nu net 7, man.
Oh, net 7. Ja. Ja, is niet normaal. Maar nu ga ik eventjes tekst schrijven en dan gaan we het opnemen en dan gaan we kijken wat eruit komt. Ja, we liggen in bed, verdwijnt. Kom op, Frits. Ja, die was niet erg, maar die kan beter. Ja, we liggen in bed, verdwijnt. Ik heb dus heel vaak dat als ik iets ga inzingen, dat ik dus een toon... Wat doe ik dan eigenlijk, zeg maar? Ja, je doet alsof je een soort van Kinderen voor Kinderen cd moet inzingen. je hebt één lijn en dan doe je yeah. Ja, bijvoorbeeld met van ik ga hier komen. Oh. ga ik altijd zo afbouwen. Ja, het is echt super kut. En dat vindt Rutte helemaal kut. Ja, en dan stop ik ook meteen met opnemen. ja, dan kapt hij ook gewoon gelijk. Je hebt nu de laatste waarschuwing gehad en anders ga je naar huis. Toch? Dan ben ik zo aan het opnemen en doe ik zo yeah. En dan zo, ja, stop maar weer. Hey Rut. Ja. Oh, je schrok niet. Bro, ik moet wel eerlijk zeggen, je hebt wel echt goed gekookt, man. Ja, thanks. Ik wist ook dat je deze grap ging. Ja, ben ik zo voorspelbaar? Ja, je bent echt voorspelbaar, man. Oh. Maar misschien is dat het vloggen eigen gewoon, man. Ja. Toen ik dit ging neerzetten, je pakte die camera, wist ik al, je gaat zo een grap maken. Oh. Maar ja, ik heb heerlijk gekookt, Vincent. Dat is sushi. Ja, lekker, man. Hier uit het dorp. Ja, goed gedaan. We zijn weer buiten. En in het avondlicht ziet het er ook zo nice uit. Maar goed, ik ga nu weer lekker richting huis. En als ik nu zeg huis, bedoel ik eigenlijk Rotterdam. Dus waar Gio woont. Ja, dat moet ik even aan wennen. Dat op een gegeven moment ook gewoon mijn thuis wordt. Maar goed, richting Rotterdam. Ik heb dus net 2 opzetjes gemaakt. Zeg maar 2, kleine stukjes, zeg maar, om later af te maken. En dit is er 1 van. Zo veel gedachten in mijn hoofd, ik laat het los. Ben ik vrij, heb ik spijt van de keuzes die ik maakte. Regel 1, ik moet zorgen voor mijn naasten. Heb ook doelen, heb ook dromen. Het is de kunst om niet te haasten. Was dit een droom, of leef ik mijn droom? Ik voel me flex, geen stress. Zoals een vogel op een takkie in de boom. Hele kleine jongen met een hele grote droom. Was dit een droom, of leef ik mijn droom? Ik voel me flex, geen stress. Zoals een vogel op een takkie in de boom. Hele kleine jongen met een hele grote droom. Ja, dat was dus 1 opzetje. En die ander ga ik niet laten horen nog. Maar die was ook heel erg leuk geworden. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat maar eventjes weten in de comments. Ik ben altijd heel erg benieuwd naar jullie mening. Vind ik leuk om te horen, vind ik leuk om te lezen. Dus ja, ga maar los in de comments. Comments. Zo, en ik ben weer bij Gio. Jongens. Echt een vet bed, man. ja, dat is wel een lijp bed, hè? Ja. Met wie ga jij slapen vanavond dan? Met mij. Oh, sorry, kut. Ja, ik ga met Sam. Is dat oké? Okay? Dat mag wel, toch? Ja, is goed. Kijk, dit is ons speeltje van vanavond. Oh, ik kan niet bij. Dit wordt opeens een hele, hele aparte vlog. Hey, ruim die camera's op, jongen. Ouwe. Maar goed, vond je het een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.